10 minuten na middernacht onze laatste uitzending. In West- en Oost-Europa is deze 8e mei herdacht dat 40 jaar geleden in Europa een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Toen tekenden de Duitsers in Berlijn de onvoorwaardelijke overgave. Met kransleggingen en bijeenkomsten zijn in Moskou, in Parijs en ook in Londen de miljoenen slachtoffers herdacht. Maar ook in Oost- en West-Duitsland, waarbij bondspresident von Weizsäcker in een opmerkelijke toespraak wees op de medeverantwoordelijkheid van de Duitsers. De herdenking was vanmorgen begonnen met een bijeenkomst in de Bondsdag. Geen dag om feest te vieren, zei de president daar. Wel echter een dag van bevrijding. De 8e mei was een dag der bevrijding. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. President von Weizsäcker ging uitvoerig in op de 55 miljoen mensen die in de oorlog omkwamen. Daaronder de moord op 6 miljoen Joden, een zaak die naar zijn mening zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Wie nu beweert daar destijds niets van te hebben geweten, bedriegt zichzelf, zei de president. Aber jeder Deutsche konnte miterleben, was jüdische Mitbürger erleiden mussten. Von kalter Gleichgültigkeit über versteckte Intoleranz bis zum offenen Hass. Wer konnte arglos bleiben nach den Bränden der Synagogen, den Plünderungen, der Stigmatisierung mit dem Judenstern, dem Rechtsentzug, den unaufhörlichen Schändungen der menschlichen Würde? Wer seine Ohren und Augen aufmachte, wer sich informieren wollte, dem konnte nicht entgehen, dass Deportationszüge rollten. Als dann am Ende des Krieges die ganze unsagbare Wahrheit des Holocaust herauskam, da beriefen sich allzu viele von uns darauf, nichts gewusst oder auch nur geahnt zu haben. Dat was een harde uitspraak van de bondspresident over de betrokkenheid van het Duitse volk zelf bij de vernietiging van de Joden. Zeker op een moment dat veel mensen in Duitsland na het verzoenend gebaar dat president Reagan heeft gemaakt in Bietburg vinden en hopen dat een streep kan worden gezet onder het Duitse natieverleden. Rumoer vandaag in het Europese parlement in Straatsburg, waar de Amerikaanse president Reagan een toespraak hield, ook ter herdenking van het einde van de oorlog. Reagan gaf het democratische, het verenigde Europa, een flinke aai over de bol. Dat vonden alle Europarlementariërs prachtig, maar Reagans opmerkingen over de groei, volgens hem, van de Russische militaire kracht en vooral de invloed in Midden-Amerika, dat schoot vele linkse afgevaardigden in het verkeerde keelgat en dat lieten ze merken ook. Applaus eerst voor Europa. America remains as she was 40 years ago, dedicated to the unity of Europe. We continue to see a strong and unified Europe. Not as a rival, but as an even stronger partner. Today we see similar Soviet efforts to profit from and stimulate regional conflicts in Central America. They haven't been there. I have. Vijf Palestijnse commando's zijn omgekomen toen een Israëlische kanonierboot het vuur op hen opende. Ze waren in een snelle rubberboot op weg naar de Israëlische kust toen ze werden opgemerkt door de bemanning van de kanonierboot die op een routine patrouille was. De Palestijnen hebben geprobeerd te vluchten, maar de Israëli's openden het vuur en verwoesten de rubberboot. Alle opvarenden kwamen om. Nog enkele punten uit eerdere uitzendingen. Vrijwel de hele Tweede Kamer wil dat de verhuizing van rijksdiensten naar het noorden van het land toch doorgaat. Dit ondanks het plan van het kabinet voert dan alleen nog maar nieuwe rijksdiensten buiten de Randstad te vestigen. De Kamer wil 1600 nieuwe arbeidsplaatsen in het noorden door onder meer 600 arbeidsplaatsen bij bestaande diensten weg te halen. Daarnaast moeten er 500 banen komen door nieuwe gevangenissen te bouwen in het noorden. En ook nog eens 500 arbeidsplaatsen door nieuwe diensten te stichten. De daling van de werkloosheid die het afgelopen najaar begon, zet door. Ook in de maand maart was er al een daling. Deze was vooral te danken aan het voorjaar, want dan neemt de werkgelegenheid altijd toe.
In april daalde de werkloosheid verder naar 748.200. En dat is lager dan algemeen werd verwacht. De stakingsacties in de bouw hebben zich uitgebreid. Er wordt nu ook in het noorden van het land gestaakt. Afgelopen maandag begonnen de stakingen. Inzet daarvan is een nieuwe CAO. De bonden willen naar een 36-uurige werkweek, maar daar willen de werkgevers zelfs niet over praten. Volgens de bouwbond FNV zijn er op dit moment bijna 5000 stakers op 144 bouwplaatsen. Bondscoach Leo Beenhakker heeft de selectie van het Nederlands elftal voor de komende interland tegen Hongarije bekendgemaakt. Daar gaan de namen. Van Breukelen, Hiele Wijnstekers, Van de Korput, Van Tichelen, Spelbos, Boeven, Rijkaard, Schoenaker, Koeman, Van de Kerkhof, Lokhof, Van Basten, De Wit, Tahamata en Kieft. En dan tenslotte het weer voor morgen. Half tot zwaar bewolkt en mogelijk een bui. Middagtemperatuur ongeveer 20 graden, aan zee enkele graden lager. Hier laten we het bij. Goeienacht, welterusten.